Grote brand op industrieterrein in Nijmegen. Nijmegen is een van de gezondste steden. Een veelstijging in de gemeentelijke belastingen in Overbetuwe. Op het industrieterrein van Nijmegen is dinsdagmiddag een zeer grote brand uitgebroken. De zwarte rookwolken waren tot in de wijde omgeving zichtbaar. Even na 2 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een brand aan de Beurtse Vaartweg. Volgens een videocorrespondent ter plaatse mocht een eerste bluspoging niet baten en breidde de brand zich uit. De brand zou woeden bij een autogarage. De brandweer heeft opgeschaald om meer blusvoertuigen ter plaatse te hebben. Het is nog onbekend of er mensen gewond zijn geraakt. Ook is het onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Ja, Nijmegen is de 4e gezondste stad van Nederland. Dat blijkt uit een vorige week gepubliceerd gezonde stadindex van Acradis. Acradis vergeleek 25 Nederlandse steden onder meer op het gebied van mobiliteit, bebouwing en milieu. Hoewel Nijmegen vrij hoog staat op de lijst, is de stad ten opzichte van vorig jaar toch 2 plekken gezakt. Wat moet Nijmegen doen om volgend jaar weer 2e of zelfs de gezondste stad van Nederland te zijn? Een gezonde stad is een stad waar het prettig is om in te wonen, waar een goede luchtkwaliteit is en waar heel veel groen is, mensen goed naar buiten kunnen en waar ook de bereikbaarheid van voorzieningen voldoende dichtbij is voor mensen om goed te kunnen wonen. Wat moet Nijmegen doen om volgend jaar op plek 1 te staan? Nou, dat betekent dat Nijmegen zou moeten investeren in een gezond milieu. En waar ze ook aandacht aan moeten hebben is voor het groen in de stad. Je ziet dat het gebruiksgroen, dus waar mensen kunnen verblijven en ook iets kunnen doen, dat bij Nijmegen wat minder is dan in andere steden. Nijmegen heeft de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd op het gebied van groen. Zo vindt deze beleidsadviseur. Nijmegen doet heel veel dingen om te vergroenen. Zo is het bomenplan afgelopen jaar vastgesteld, waarbij elk jaar 1000 bomen aan de stad wordt toegevoegd. En daarmee wordt de stad een stuk groener. En het stadseiland, waar we natuurlijk hier vlakbij staan, is een plek die de gemeenteraad heeft besloten om het groen te houden. Dus dat blijft een groene plek voor de stad. Toch kan dat volgens Acradis nog beter. Nou, wij zeggen altijd kijken of je wat hoogwaardig groen, noemen wij dat. Dus een plek waar je kunt zijn, kunt verblijven en elkaar kunt ontmoeten. Dus waar meerdere dingen tegelijk zijn. En het aanleggen van dat soort plekken, daar zou Nijmegen meer aandacht aan moeten besteden. Op dit moment staat Nijmegen dan op plek 4 van de gezondste stad. Is jullie doel om volgend jaar op nummer 1 te staan? We hebben natuurlijk altijd als gemeente streven om hoog in dit soort ranglijsten te staan. Omdat we een gezonde stad willen zijn natuurlijk. En we zijn ook volop aan het vergroenen. Zoals heb ik niet benoemd, de binnenstad. Waar een aantal acties voor de actieplan binnenstad zijn geweest om ook de binnenstad weer groener te krijgen. En daarmee hopen we ook natuurlijk een gezondere stad te worden. Ja, dus bijvoorbeeld de stadstuintjes. De stadstuintjes geven groen, initiatief ondersteunen van bewoners, zoals bij het Stevenskerk waar een plein vergroend is. Ja. Dat soort initiatieven. Zo meteen in het RN7 Regio Nieuws. Willy van Haren wil dat Nijmegen de bokstad van Nederland wordt. Dat doel is inmiddels iets dichterbij gekomen. En dan belastingverhogingen. Het merendeel van de gemeentelijke belastingen in Overbetuwe wordt volgend jaar verhoogd met 2,3%. Dat geldt onder meer voor de hondenbelasting en de marktplaatsen en standplaatsen. De reinigingsheffing gaat met 5,4% omhoog. Dat geldt alleen voor het vaste bedrag. Het bedrag per aanbieding container ondergrondse container blijft gelijk. Het college van BMW wil verder de OZB-belasting met 4,3% verhogen, terwijl de rioolbelasting met 7,5% wordt verlaagd. De gemeenteraad zou zich vandaag buigen over de stijgingen. Op de begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen zijn extra beveiligingsmaatregelen getroffen. Na een reeks grafroven zijn er nieuwe en betere camera's geplaatst. Voorheen had men namelijk normale camera's op de begraafplaats en nu zijn ze overgestapt naar detectiecamera's. Deze detecteren meteen als er iemand loopt die niet op de begraafplaats thuis hoort. Ook zullen er vanaf nu meer beveiligers aanwezig zijn. Een aantal WhatsApp-berichten leveren extra bewijs in de zaak rondom de Beuningse vergismoord. Het Openbaar Ministerie heeft deze berichten maandag op een extra zittingsdag gepresenteerd.
Het OM ziet in de WhatsApp-berichten aanvullend bewijs tegen de 6 mannen die eind oktober gevangenisstraffen van 20 jaar tot levenslang tegen zich hoorden eisen. In Beuningen is een nieuw buurthuis geopend voor jongere mensen met dementie. Dit gebeurde afgelopen maandag. Dit is pas het tweede buurthuis in Maas en Waal dat zich ook op mensen richt onder de 65. Het buurthuis bevindt zich in de Beuningse Odessehuis en zal vanaf januari 5 dagen in de week open zijn. Xbox-kampioen Willy van Haren uit Nijmegen wil dat zijn woonplaats de bokstad van Nederland wordt. Dat doel is inmiddels een stapje dichterbij gekomen. Hij heeft namelijk zijn eigen boksfabriek geopend. Kom op, niks! Ha! 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 In de fonkelnieuwe boksfabriek gaat het helemaal los. Dit is echt waar Nijmegen trots op kan zijn. Dit zet Nijmegen als sportstad, maar zeker als boksstad ook op de kaart. Dit is de beginnersavond. Dit meisje komt voor het eerst. Super! Yes! Alvast, super! Iedereen is welkom in de boksfabriek, waar de focus zeker niet alleen op topsport ligt. Een veilige sportomgeving waar iedereen zich lekker voelt en iedereen kan sporten. Hoe je er ook uitziet, wat je ook bent, iedereen moet zich veilig voelen. Dat is onze filosofie van de boksfabriek. Echt geweldig, hele leuke sfeer. Altijd leuke mensen, goede trainers. Ik voel me hier helemaal thuis. Maar uiteindelijk wil iedere bokser hier terechtkomen, in deze fraaie boksring. Ja, dat is de mooiste. Dat is de Olympische wedstrijdring. We gaan ook hier organiseren wedstrijden. We willen maandelijkse wedstrijden organiseren. We krijgen bezoek uit Duitsland die hier komen trainen. Nu ik er weer ben, dan voel ik weer elke keer dat ik denk, oh, ik mag weer en ik ga weer. En dan kom ik terug en ben ik weer helemaal blij. Ja. Het was vandaag weer een saaie dag. Het bleef wel droog, maar het was een grijze bedoeling buiten met dikke bewolking en vanochtend vooral mist. Halverwege de middag probeerde de zon er nog wel even doorheen te komen, maar dat mocht verder rest geen naam hebben. Ja, vanmorgen staat er eigenlijk weinig verandering op de planning. Het blijft grijs en mistig. In de middag kan er zelfs even wat motregen vallen. Temperatuur morgen zo'n 7 graden. De dagen erna klaart het wat op. Het blijft voornamelijk droog en de zon en wolken die wisselen elkaar af. Vanaf vrijdag wordt het een stuk kouder en krijgen we ook weer te maken met nachtvorst. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je altijd terecht op ons YouTube kanaal. Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram. En voor het laatste nieuws altijd terecht op onze website rn7.nl. Graag tot morgen!